deze vlog vandaan. Het is eigenlijk een speciale vlog hier in Plopsaland. Of een speciale vlog, het is eigenlijk een special. Want de Ride to Happiness gaat vandaag openen. We zijn 1 juli en hier achter mij gebeurt het allemaal. En in deze vlog neem ik jullie voor een stukje mee. En wat de Ride allemaal te bieden heeft. Wat deze zone allemaal is. En eigenlijk ben ik er wel stiekem heel, heel benieuwd naar wat dat hier zal zijn. Kijk, Florian past hier ook nog, Arthur past hier ook nog. Zij zijn al een kijkje gaan nemen. Maar ik ga eventjes nu een kijkje gaan nemen wat het hier allemaal is. Leuk, hè? Deze zomer kan je niet naar Tomorrowland, maar je kan wel naar deze Tomorrowland rollercoaster in Plopsaland. Desert you on your ride to happiness. Oh,
Dag Vitanimo! Brent, hoe was het? Super. Maar we vinden hem achteraan wel beter dan vooraan. Ja. 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 Hij spint mee te vinden. Ja, hij spint meer van achter, vinden we. En gewoon, we hadden het gevoel dat je toch vaak recht staat. Ja. Als je vooraan zit, iets kunnen. Ja, rechter op de baan dan dat we achteraan zaten daarnaast. Oké, super. Ja, super. Super.
zin in een Korean chicken. Korean chicken, toppie. Tomorrowland zone eigenlijk wel iets heel moois als je het mij vraagt, maar het is nog niet helemaal af. Er moeten nog dingen gebeuren. De coaster is geweldig, alhoewel meningen zijn verdeeld. Ik hoorde mensen die zagen, die zeiden beter, hij is niet intens genoeg. Andere mensen zeiden van hij is te intens, dus meningen zijn verdeeld, maar dat mag, dat is geen probleem. Maar eigenlijk had je ook wel in de beelden wat beelden gezien van de coaster, ook wat beelden van de wachtrij, maar ook wel wat beelden van het horecapunt hierachter. Eigenlijk wel gezellig, gezellige toevoegingen, gezellig iets hier in Plopsaland. Ja, het is tot nu toe goedgekeurd als je het mij vraagt.